Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Op 24 januari van dit jaar zei minister Bruins dat de kans klein is dat het coronavirus Europa zal bereiken. En inmiddels staat de teller in Nederland al op 382 geïnfecteerden en zijn er 4 dodelijke slachtoffers te betreuren. En dat is vreselijk. En onze gedachten gaan in de eerste plaats natuurlijk uit naar deze slachtoffers en hun familieleden die we heel veel sterkte toewensen. Voorzitter, in heel Europa krijgt het coronavirus steeds meer voet aan de grond. En veel andere landen nemen dan ook terecht stevige maatregelen, zoals Duitsland, waar evenementen worden afgelast, Tsjechië, waar grenscontroles worden ingevoerd, Israël, waar toeristen het land uit moeten, Oostenrijk, dat de grens voor mensen uit Italië sluit. En Nederland blijft daar ver bij achter. Onze minister-president komt niet veel verder dan een oproep tot het niet meer schudden van elkaars handen. En waarom? Waarom neemt het kabinet niet meer gerichte maatregelen? Waarom zijn alle vluchten uit landen met grote virusbrandhaarden niet meteen verboden? Waarom worden er überhaupt nog mensen uit die landen toegelaten in Nederland? Waarom worden grote evenementen niet afgelast? Worden er niet meer mensen getest? Denkt het kabinet echt dat dit virus is in te dammen met papieren zakdoekjes en een oproep tot niet meer handen schudden? Hoe naïef kan je zijn? En voorzitter, zijn we wel goed genoeg voorbereid of was het voor het geval dat het nog erger wordt? Zijn er genoeg intensive care bedden? Bent u bezig, meneer de minister, met het uitbreiden van de ziekenhuiscapaciteit? Met het heropenen van door u recent gesloten ziekenhuizen, zoals het Slotervaartziekenhuis? Met het inrichten van kazernes en dergelijke als noodhospitaal? Bent u ervoor aan het zorgen dat er extra beschermingsmiddelen gefabriceerd worden? Bent u bezig om oud-zorgmedewerkers te vragen terug te keren en vrijwilligers op te leiden, zodat ze dadelijk als het nodig is in ziekenhuizen kunnen helpen als de crisis hier echt losbarst? Hoe kan het zijn, mevrouw de voorzitter, dat andere landen meer maatregelen nemen dan wij? En mijn tweede vraag, is de zorg voor als het verder escaleert wel goed op orde?